So shalom everybody, my name is Yonatan, I'm a musician from Jerusalem. Me, myself, I'm a family of Levim, from the Levites of the temple. We are a family of musicians. I divide my day between learning Torah and raising, thank God, a big family and giving concerts all around Israel and around the world. And I'm excited to be invited to have three concerts in Holland, actually where my father and grandfather and many generations before were born. So I think it's going to be exciting with a lot of music and stories and musicians and the piano and the prayer. Hopefully many people will come and it will be a big happy celebration of music. Yonatan Razel komt naar Nederland, een van Israëls bekendste artiesten. Op 31 oktober in Apeldoorn, op 1 november in Drachten en op 3 november in Oud-Beierland. Bestel je kaarten op cvi.nl/razel. Voor veel mensen in Israël is het moeilijk voor te stellen dat ze vrienden hebben in de wereld. Daarom willen we de mensen in Israël bemoedigen. En hoe kun je het beter zeggen dan met oer-Hollandse tulpen? We brengen tulpenbollen bij onze vrienden van organisaties en projecten die we al jarenlang ondersteunen. Op deze manier leer je Israël van binnenuit kennen en kun je het unieke Israël-familiegevoel ervaren. Ga je ook mee? In november reizen we naar Israël om als teken van vriendschap tulpenbollen uit te delen en te planten op zoveel mogelijk plaatsen in het beloofde land. Zeg het met tulpen en ga mee! Van 17 tot 23 november 2022 meld je aan via cvi.nl/tulpenreis. Ik stel voor dat we eerst met elkaar bidden. Heere, grote God, Gij Heilige van Israël, wij danken U dat we deze avond ook weer de gelegenheid hebben om met elkaar verbonden te zijn via de livestream, om na te denken over die bijzondere dag in het Joodse jaar, die bijzondere dag die U aan Israël gegeven hebt, de grote verzoendag. Wij bidden U om de leiding van Uw Heilige Geest, dat wij daar iets meer van mogen verstaan, iets meer van mogen aanvoelen ook, welke rol deze dag speelt in het verbond dat U met Israël hebt. Leid ons en zegen ons om Jezus wil. Amen. En uiteraard wens ik u ook een goede avond en fijn om elkaar weer op deze manier te ontmoeten. Yom Kippur, Grote Verzoendag, is het thema van deze avond. En zoals Sarah al zei, Yom Kippur begint morgenavond en duurt dan de hele woensdag. Wat is nou Yom Kippur, Grote Verzoendag? Laten we allereerst eventjes de dag in de Joodse kalender plaatsen. Vorige week maandag was het Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. De dag van de bazuinen, zoals die in de Bijbel heet, of de dag van de shofar, zou je beter misschien moeten vertalen. Het bazuin, het shofar geschal. En dat is de eerste van de maand Tishri, de zevende maand op de Joodse kalender, de Bijbelse kalender. En dan staat er in de Bijbel dat vanaf die dag 10 dagen geteld moeten worden. Of 10 dagen daarna, de tiende van die maand, is de verzoendag. En die periode daartussen van Rosh Hashanah tot Yom Kippur, van Joods nieuwjaar tot aan de grote verzoendag, is in het Jodendom een periode van bijzondere geladenheid. Een periode van boete, van inkeer, van zelfonderzoek. Hoe sta ik tegenover mijn naaste en hoe sta ik tegenover God? En dat begint met Rosh Hashanah, eigenlijk al een paar dagen daarvoor, met speciale gebeden in de synagoge.
En dat duurt dan die 10 dagen tot aan Yom Kippur, Grote Verzoendag. En ik wil vanavond met u stilstaan bij een paar aspecten van Yom Kippur. We zullen het nooit uitputtend kunnen behandelen, want in het Jodendom wordt elk jaar weer er uitvoerig op gestudeerd ter voorbereiding op die dag. En hoe die dag beleefd wordt, daar wordt ook heel veel aandacht aan besteed. Het is een apart boekje, zou je kunnen zeggen, in de Mishnah en in de Talmud. Een apart traktaat. Er zijn een aantal hele opmerkelijke hoofdstukken in de Bijbel. En ik wil eerst met u lezen uit Leviticus 23, een aantal versen waar over Yom Kippur gesproken wordt. Dat gaan we vanavond ook zakelijk doen, een aantal teksten lezen uit de Bijbel. En ook een aantal teksten uit de gebeden die bij de Grote Verzoendag horen. Om zo iets van de sfeer daarvan te proeven. En we lezen in Leviticus 23, dat is het hoofdstuk waarin de Joodse feesten op een rijtje staan. De dag van de bazuin is dan genoemd, van het bazuingeschal. En dan wordt er gezegd, alleen op de 10e dag van deze 7e maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen om de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag, om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker, ieder persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door in uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust. En u moet uzelf verootmoedigen. 'S Avonds op de 9e dag van de maand moet u uw sabbat vieren. Vanaf de avond tot aan de volgende avond. Het woordje verootmoediging valt een heel aantal keren in deze tekst. Eigenlijk staat daar jezelf kwellen. Ik kom daar straks nog even op terug. En verder dat er geen enkel werk gedaan mag worden, een volledige rustdag. Dat wordt benadrukt, dat wordt in elk voorschrift voor Grote Verzoendag, want dat komt een paar keer terug in de Bijbel, wordt dat benadrukt. Het is een sabbat dus. Een sabbat van volledige rust. Sabbat, shabbaton heet dat in het Hebreeuws. Sabbat, shabbaton. U hoort de herhaling van het woordje sabbat in dat tweede woordje shabbaton. Een volledige rust. En opmerkelijk ook hier, zoals dat in de Bijbelse kalender gaat. De dag duurt van de avond tot de avond. 'S Avonds op de 9e dag van de maand moet u uw sabbat vieren. Dan begint dus die rust en vaste dag. En dat duurt tot aan de volgende avond. En in het Jodendom, zoals u weet, zoals u begrijpt, om ervoor te zorgen dat die grenzen niet overschreden worden. Net zoals dat bij de gewone sabbat is. Je wordt een beetje naar voren gehaald en daarna een beetje nog verlengd. Zo begint Grote Verzoendag al iets eerder dan zonsondergang en eindigt die ook iets na zonsondergang de volgende dag. 25 uur vasten kun je zeggen. En wat dat vasten inhoudt, daar komen we zo meteen op terug. In de liturgie van de Grote Verzoendag is de belangrijkste schriftlezing, lezing uit de Torah, Leviticus 16. Het hele hoofdstuk Leviticus 16, ik neem er nu even een paar versen uit. Maar dat hoofdstuk dat beschrijft helemaal het ritueel van de Grote Verzoendag zoals dat door Mozes en Aaron met name, is uitgevoerd. En aan het eind van dat hoofdstuk staat dan nog weer als een soort van samenvatting en er wordt het voorschrift voor die dag nog eens gegeven om die te houden. En met nadruk, dit is voor u tot een eeuwige verordening. Een verordening die zal gelden zolang als de
tijd en de wereld bestaan, zolang als Israël bestaat. U moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen. Daar heb je dat woordje weer. En geen enkel werk doen. De ingezetene niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft evenmin. Dat lijkt ook een beetje op het voorschrift voor de Sabbat. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Gij zult geen werk doen, gij, uw naast nog de vreemdeling die in uw poorten is. Die in uw midden verblijft. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Reinigen, dat is eigenlijk in Leviticus 16 het kernwoord. Die verzoening heeft met reiniging, met, laat ik het zo mogen zeggen, rituele reinheid te maken. Want het heeft alles betrekking op de tabernakel die dan opgericht is en die dan ingewijd moet worden. En op die dag wordt ook de tabernakel gereinigd, ritueel gereinigd. Wordt er verzoening voor gedaan, zo staat het ook in Leviticus 16. De tabernakel en het altaar en alles wat er aan voorwerpen en gereedschap aanwezig is, dat wordt allemaal gereinigd, maar ook het volk wordt gereinigd. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. En dat gebeurt dan ook van jaar tot jaar. Het is voor u Sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. En dat gaat nog verder, want dan wordt er nog even over de priester gesproken. En de priester die men gezalfd en gewijd heeft om in de plaats van zijn vader als priester te dienen, moet de verzoening doen. Als hij de linnen kleren, de heilige kleren, heeft aangetrokken. Zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent van ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen. En hij moet voor de priesters en voor heel het volk van de gemeente verzoening doen. Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En dan sluit het hoofdstuk af. Men deed zoals de Heere Mozes geboden had. Steeds maar weer wordt het benadrukt, een eeuwige verordening die dus voor altijd geldig is, om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen. Eenmaal per jaar verzoening doen, zou dat dan niet eigenlijk voortdurend moeten? Natuurlijk werden er in de tempel elke dag offers voor de verzoening van de zonde gebracht, de tempel en de tabernakel. Naast de andere offers die dagelijks gebracht werden als lof aan God, als dank aan God. Vredeoffers waarin mensen de gemeenschap met elkaar en met God vierden. Ook een aspect van verzoening natuurlijk. Dankoffers als de nieuwe oogst in de tempel gebracht werd en ga zo maar door. Maar deze ene dag staat apart als een dag, een bijzondere dag om verzoening te doen, om gereinigd en opnieuw geheiligd te worden. Er worden dus ook offers gebracht op die dag. En naast de lezing uit Leviticus 16 wordt dan ook woensdag in de synagoge Numeri 29 gelezen. De offers kunnen niet meer gebracht worden. Er is geen tempel, geen tabernakel. En sinds de val van de tempel worden er geen offers gebracht. Met Pesach wordt het paaslam niet meer geslacht. De dagelijkse offers worden niet meer gebracht. De offers voor de verzoening, ook de twee bokken die op grote verzoendag geofferd en de woestijn ingestuurd werden, dat kan allemaal niet meer. Maar in plaats van de offers zijn de gebeden gekomen, zegt de Joodse traditie. Al heel snel na de val van de tempel is dat vastgesteld door de rabbijnen die toen de geestelijke leiding van Israël overnamen. In plaats van de eredienst in de tempel is er de eredienst van het hart. En ze grepen eigenlijk ook terug op een duidelijke Bijbelse lijn, die je natuurlijk in de psalmen heel duidelijk proeft, maar waar ook de profeten voortdurend op hameren. De offers hebben geen betekenis als er niet de toewijding van het hart is. Ook heel concreet, grote verzoendag.
Het heeft geen zin om Grote Verzoendag te vieren als je het niet eerst met je naaste in het reine bent gekomen. Als je het goed gemaakt hebt met de mensen om je heen. En pas dan kun je het eigenlijk goed maken met God. Of anders gezegd, pas dan maakt God het goed met jou. Zoals Jezus leert, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En als je op weg bent naar de tempel met je gaven en je weet dat je broeder iets tegen jou heeft, laat dan je gaven achter en ga het eerst met hem goed maken. Zo staat het in de bergrede. Goed, de offers dus, in plaats van de offers die letterlijk gebracht werden, worden nu nog wel de teksten gelezen in de synagogen die daar betrekking op hebben. En dat is nummer 29. Nummer 8 en 29 worden alle offers, de dagelijkse offers en de feestoffers voorgeschreven. En daar lezen we dan, ook op de 10e dag van deze 7e maand moeten we een heilige samenkomst houden. U moet u zelf dan verootmoedigen. Geen enkel werk mag u dan doen. Elke keer, valt u ook op, elke keer als een voorschrift met betrekking tot Grote Verzoendag gegeven wordt, dan valt dat woordje verootmoedigen. Of wat we volgens mij beter kunnen vertalen met jezelf kwellen. Nogmaals, ik kom er nog op terug. Maar u moet een brandoffer aanbieden als een aangename geur voor de Heere. Eén jonge stier, het jong van een rund. Eén ram en 7 lammeren van een jaar oud. Ze moeten voor u zonder enig gebrek zijn. En het bijbehorende graanoffer van meelbloem met olie gemengd. 3/10 eva per jonge stier. 2/10 eva per ram. En 1/10 eva per lam bij de 7 lammeren. En als zondoffer 1 geitenbok. Naast het zondoffer voor de verzoening. En het voortdurende brandoffer. Met het bijbehorende graanoffer. En de bijbehorende plengoffers. En in de mondelinge leer van het Jodendom, de Mishna en de Talmud, wordt verteld hoe aan de vooravond van Grote Verzoendag, de dag ervoor, de hoge priester, die al een week afgezonderd was, eigenlijk om zich voor te bereiden op zijn taak, en die in de dag voor Grote Verzoendag de hele nacht wakker werd gehouden door een aantal mensen om hem heen, te zorgen dat er niets kon gebeuren waardoor hij onrein zou worden en zijn dienst in de tempel niet zou kunnen vervullen. En er wordt dan ook verteld dat ze op die dag voor de Grote Verzoendag al die offerdieren bij hem brachten, aan hem voorbij lieten gaan, zodat hij zich er goed op kon concentreren. En de verschillende offerdieren kon onderscheiden op de juiste manier kon offeren. Dat was de taak van de hoge priester, specifiek op de Grote Verzoendag. Om de offers te brengen en om dan ook het heilige der heiligen binnen te gaan. Leviticus 16 beschrijft dat hele ritueel, waarin die hoge priester zo'n centrale rol speelt. Als je dat leest, dat gaan we vanavond niet helemaal doen, maar ik vat het even in deze paar punten samen. Dan valt op dat telkens als de hoge priester een nieuw onderdeel van de eredienst moet gaan verrichten, dan moet hij van kleding wisselen. Als hij de tabernakel ingaat, moet hij van kleding wisselen. Komt hij eruit, moet hij van kleding wisselen. En hij moet zich ook voortdurend weer ritueel reinigen. In het mikwe gaan, zeg maar. En dat gebeurt een aantal keren op die dag. In een nogal ingewikkeld ritueel, waar je op een gegeven moment, als je even niet oplet, ook het spoor in bijster raakt. Dus dat was voor die hoge priester ook een hele zorgvuldige voorbereiding om dat op de goede manier te kunnen doen. Dus die kleding wordt beschreven, wanneer die wat aan moet trekken en wat uit moet trekken. Die rituele wassingen. De offers die gebracht worden, we hebben er een paar van gezien. In Leviticus 16 worden ze nog meer uitgewerkt. En dan een belangrijk onderdeel in Leviticus 16, een belangrijk onderdeel ook van de hele liturgie, wordt gevormd door de plechtigheid rond de 2 bokken, 2 geitenbokken, waarvan de een als offer gebracht wordt en de ander de woestijn in wordt gestuurd. Voor Azazel staat er letterlijk in het Hebreeuws. En waar we dan
bij Azazel aan moeten denken. Daar verschillen de uitleggers over van mening en eigenlijk weten we het niet helemaal zeker. Er is wel verondersteld dat Azazel een woestijndemon is geweest. In het moderne Hebreeuws heb je nog de uitdrukking leg le Azazel, loop naar de hel, om het plat te zeggen. Maar die bok, de ene bok, werd dus geofferd in de tempel, de tabernakel. En de andere bok werd langs een speciale route vanaf het tempelplein naar de Olijfberg, over de Olijfberg heen. En dan naar een volgende berg in het ten oosten daarvan. Op een gegeven moment zo ver weggebracht. En dan daar een aantal bergen, bergruggen verderop, werd hij de berghelling afgeduwd. Dat was de bok die de ongerechtigheden van Israël de woestijn indroeg. Om ze daar ver van het kamp, ver van de stad, in dat, ja, dat onherbergzame gebied, om ze daar weg te doen, weg te dragen. En de hoge priester die legde als symbool van dat de zonden van het volk op dat dier werden overgedragen, legde zijn handen op de kop van het dier en dan werd het zo weggebracht. Ook een ritueel wat uiteraard vandaag de dag niet plaats kan vinden. Wat kan er dan wel gebeuren? En dan komen we bij de meer persoonlijke elementen van Grote Verzoendag. Die in de Bijbel al omschreven worden. Maar die dan ook in de uitleg van de rabbijnen en in de beleving van Israël tot vandaag de dag een hele belangrijke rol spelen. U moet uzelf verootmoedigen, je moet je ziel kwellen. Zo staat het er eigenlijk, je ziel kwellen. Wat is dat? Wat betekent dat, je ziel kwellen? De rabbijnen hebben uitgelegd dat dat de strengste vorm van vasten is. Dat is je eigenlijk onthouden van alle vormen van genot, van luxe, maar ook van eerste levensbehoeften. En dat 25 uur lang. In de eerste plaats niet eten, ook helemaal niets eten. Niet drinken, helemaal niets drinken. En je kan je voorstellen dat in een klimaat in Israël, waar Yom Kippur vaak toch nog in een warme periode valt. Ik heb wel eens de indruk dat Yom Kippur meestal een van de warmste dagen van het jaar is. Maar je kan je voorstellen dat ook dan best wel zwaar is, niet eten, niet drinken. Nou bereid je je daar ook wel wat op voor door op de middag voordat Grote Verzoendag begint een niet al te zware maaltijd te eten die je dan genoeg energie geeft om te zorgen dat je op die dag zelf niet al te beroerd gaat voelen. Maar je kunt je voorstellen dat je op een gegeven moment toch wel hoofdpijn krijgt van te weinig vocht, te weinig eten. Aan de andere kant, door die voorbereiding en door dat naartoe leven, door dat hele bijzondere moment, is dat ook een dag, ja ik zeg jezelf kwellen, maar het is toch ook een dag waar die nabijheid van God en die intimiteit met God op zo'n bijzondere manier beleefd wordt, dat je als het ware boven jezelf uitgetild wordt. En het dan ook vol kunt houden, niet eten, niet drinken. En waar moet je jezelf dan nog meer van onthouden? Ook geen seksuele gemeenschap. Geen cosmetica, geen aftershave enzovoort. Je scheert je ook niet, voor zover je zou anders zou scheren. Je draagt geen leren schoenen. Dat is ook een uiting van verootmoediging, van jezelf kwellen dus inderdaad. En je wast jezelf die dag niet. Dat kun je natuurlijk allemaal wel doen rond die lichte maaltijd die je net voor Grote Verzoendag gebruikt. Maar op de dag zelf was je jezelf niet. Met uitzondering van de vingers en de ogen. En dat heeft, als ik me niet vergis, ermee te maken dat je 's morgens bij het wakker worden een bepaalde rituele reiniging van je vingers en je ogen doet.
En je vingers ook als je naar de wc bent geweest. En het is dus een hele dag, hebben we gezien, van voor zonsondergang tot na de volgende zonsondergang. En als dan de vaste voorbij is, dan komt iedereen weer gezellig bij elkaar. Om, zoals dat in het Nederlands-Joodse jargon heet, aan te bijten. Om voor het eerst na die 25 uur vasten weer iets te gaan eten. Ook weer een lichte maaltijd, want het moet ook allemaal langzamerhand weer op gang komen. En die Shabbat, Shabbaton, een dag van volledige plechtige rust. Ja, dat ervaar je ook echt zo op straat in Jeruzalem. Er is geen verkeer. Het verkeer ligt grotendeels, en zeker in de Joodse wijken, helemaal stil. Er rijden geen bussen, geen openbaar vervoer, geen taxis. Kinderen fietsen over de lege wegen. En de mensen lopen in hun feestelijke kleren, de mannen vaak in witte gewaden, hun witte doodskleed. Maar wat tegelijkertijd ook wit, het symbool is van de reiniging. Zo lopen ze over straat naar de synagoge, om daar de dienst, de lange dienst in de synagoge mee te maken. En alles ademt die hele, ja toch bijzondere sfeer die Grote Verzoendag heeft. Een sfeer die bijna niet te omschrijven is, die je eigenlijk alleen maar kunt ondergaan. Maar dus, ook al is het voorschrift om je ziel te kwellen, toch is het alles behalve een treurdag. Dat is vasten natuurlijk vaak in het Jodendom ook wel. Vasten om de verwoesting van de tempel, vasten bij bepaalde boetedagen, maar op Yom Kippur is vasten anders. Dan is het niet alleen een treurdag, dan is het in de eerste plaats, wat ik al zei, een dag van intimiteit met de Eeuwige. Staan voor de troon van de Almachtige Koning die tegelijk onze Vader is. En zo wordt God in de gebeden van de Grote Verzoendag aangesproken. Avinu Malkenu, onze Vader, onze Koning. God is Vader, God is Koning. Intimiteit en majesteit gaan hand in hand. Dat is Grote Verzoendag. Wat is nu verzoening? Het Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt, kapara, woord kippur, kapara, dat betekent eigenlijk bedekking. Op de Grote Verzoendag worden de zonden bedekt. En dat gebeurt onder andere door een ceremonie, een ritueel bij de Ark van het Verbond op het verzoendeksel, waar bloed op gesprenkeld wordt. En dat verzoendeksel heet in het Hebreeuws kaporet. Een woord, ook weer van hetzelfde woord waar kippur en kapara vandaan komen, kaporet. Dat kaporet, dat verzoendeksel, je ziet daar een plaatje ervan met die twee gerubs, die twee engelenfiguren. En daar wordt in de Bijbel ook van gezegd dat God troont te midden van de gerubs. Dus dat kaporet, verzoendeksel, is tegelijk ook, zoals is dat uitgelegd, de troon van Gods ontferming, Gods barmhartigheid. Maak even een uitstapje naar het Nieuwe Testament. In het Grieks is dat woord kaporet, verzoening, op twee manieren vertaald. En daar zit een betekenisverschil in. Het verzoendeksel, dat is het hilasterion. En dat betekent dus de uitdelging van de zonde en de schuld. Maar er is in het Grieks nog een ander woord wat ook gebruikt wordt. Dat is het woordje katalage. En dat betekent het herstel, verzoening in de zin van herstel van een relatie. Zoals in het Engels reconciliation. Reconciliatie. Dus er is aan de ene kant de uitdelging van de schuld. Het uitwissen, het wegdoen van de zonde en de schuld. En aan de andere kant het herstel van de relatie. En zo worden die spelen die twee woorden in de, met name in de brieven van Paulus,
ook een hele belangrijke rol, is het ook belangrijker om op die betekenisnuances te letten. Even kijken. In de synagoge wordt uiteraard gebeden. Ik wil nu nog een paar kernteksten uit die gebeden van de synagoge met u langslopen. Uiteraard lang niet alles, want de diensten duren lang. Er wordt veel gezegd, maar er wordt ook veel herhaald. Er zijn een aantal stukken die telkens weer terugkomen. En daar heb ik een paar regels zo uitgenomen om iets van de sfeer en van de toon van de gebeden te proeven. Op de vooravond van Grote Verzoendag, als het avondgebed gezegd wordt en het middaggebed en het avondgebed, dan is een van de bekendste gebeden geworden het Kol Nidre-gebed. Een gebed dat bijna iedereen wel, althans die twee woorden Kol Nidre, kennen heel veel mensen wel. Dat wordt aan het begin van de Grote Verzoendag gebeden. En er is prachtige muziek bijgemaakt. Er zijn hele mooie melodieën waar het op gezongen wordt. Sommige mensen gaan alleen maar naar de synagoge om dat Kol Nidre te horen zingen. Het was, als ik me goed herinner, de grote Joodse geleerde Rosenzweig, die rond de Eerste Wereldoorlog correspondeerde met christenen en die eigenlijk op het punt stond om tot het christendom over te gaan, om zich te laten dopen. En hij wilde nog één keer op Grote Verzoendag naar de synagoge. Hij kwam daar, hoorde het Kol Nidre, die melodie. En toen wist hij, hier ben ik aan verbonden, dit is mijn vlees en bloed, hier hoor ik bij. En hij schreef aan zijn vriend die hem het christendom zou binnenleiden, dat hij er toch voor koos om bij het jodendom te blijven. Intussen is Frans Rosenzweig samen met Martin Buber, zijn dat wel twee pioniers geweest van de joods-christelijke betrekkingen. Dat Kol Nidre is eigenlijk in de joodse traditie best wel een omstreden gebed. Want het heeft ook aanleiding gegeven tot antisemitisme. Er wordt namelijk gebeden, Kol Nidre betekent alle geloften. En er wordt gebeden dat alle geloften die ik het komende jaar, of het nu in een onoplettend moment of met voorbedachte raden, maar die ik aan u, Heere God, doe, mogen die op voorhand ontbonden zijn. Omdat je nooit aan de geloften die je aan God doet kunt voldoen. Dat is een gebed dat ten overstaan van de hemelse rechtbank uitgesproken wordt, die dan gerepresenteerd wordt door drie rabbijnen die de rabbinale rechtbank vertegenwoordigen. Alle geloften. En dan is een van de hoofdteksten van die gebeden. Nog één dingetje over Kol Nidre. U kent waarschijnlijk allemaal ook wel de bekende muziek van Max Broeg, die daar een prachtig cellostuk voor op die melodie, een van die melodieën, geschreven heeft. Dan een van de hoofdgebeden van de Grote Verzoendag, van de avond, maar ook van de dag, bestaat uit een schuldbelijdenis. Een schuldbelijdenis waar 24 werken, ik heb ze even geteld, 24 werkwoorden voor zonde worden opgesomd. Wij hebben gezondigd, wij hebben verraden, we hebben God en onze naasten tekort gedaan. We hebben gestolen, we hebben gelasterd. We hebben overtreden, we hebben gelogen, ga zo maar door. 24 keer wordt dat herhaald. We hebben anderen tot zonde gebracht en tot kwaaddoeners gemaakt. Kortom, we staan zondig tegenover de eeuwige. En iemand vertelde in Israël een keer, Ayala was dat, een bekende gids, velen van u ook al kennen. Haar zoontje die las voor het eerst die liturgie in de synagoge
En kijk, heb ik dat nou allemaal gedaan? Dat is een ander aspect van Grote Verzoendag. Je staat als hele volk voor God. Of je nu een grote of een kleine zonder bent. Je deelt, draagt met elkaar die last van de zonde. Ook al zou je dan persoonlijk niet zo zondig zijn. Op dat moment ben je één met het volk. Dat was misschien ook wat in die gelijkenis van de Heer Jezus, van de Farizeeër en de tollenaar, wat de Farizeeër aan te rekenen was, dat hij niet naast die tollenaar ging staan om met hem die schuld te dragen. Maar dan volgt het gebed: moge het uw wil zijn dat u ons vergeeft. En dan wordt het werkwoord kapeer, van kippoer kapara gebruikt. Dat u ons vergeeft voor onze onderdachte zonden. Dat is één aspect van Grote Verzoendag. Dat u ons onze opzettelijke zonden vergeeft. En dan wordt het werkwoord salach gebruikt. En dat u ons verzoening schenkt, magal, wat meer iets als uitwissen is, voor onze weerspannige zonden. Een gebed om vergeving. Vanuit de wetenschap en het geloof dat God de God is die vergeeft. En zo wordt de Heer aangesproken. Almachtige koning die zit op de almachtige koning die zit op de troon van barmhartigheid, die regeert in goedgunstigheid, die de zonde van zijn volk vergeeft. Vergeef ons. En het hele stuk loopt uit op die geweldige woorden uit Exodus 34, die dan als het ware geproclameerd worden uit die geschiedenis dat God aan Mozes voorbij trekt. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Het is 8 uur geweest, ik onderbreek hier eventjes. We gaan even pauzeren, dan is er straks, heb ik nog straks nog iets over het slotgebed en dan ga ik graag op uw vragen en opmerkingen in. Bestemming Jeruzalem. Kom de stad binnen door de poort. Kijk je ogen uit in de gezellige sjoek. Sluip door de tunnel van Hiskia. Maak een VR-tramrit door Jeruzalem. Bezoek de klaagmuur. En nog veel meer. bestemmingjeruzalem.nl. Organiseren we weer de Israël Talks in Nijkerk, in het Israël Centrum. Israël is bijna elke dag in het nieuws. Het lijkt soms wel de wereld op zijn kop. Het is daarom super belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen en Bijbelstudies te volgen over Gods plan met Israël. We gaan ons samen met onze sprekers verdiepen in allerlei interessante thema's die natuurlijk alles te maken hebben met Israël. Denkt u nu, wat saai en stoffig? Helemaal niet, want tijdens deze studiedagen is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen en om elkaar te ontmoeten in de pauze. Dus, wilt u meer weten over de andere kant van het conflict? Wilt u samen met God op reis door de Bijbel? Of wilt u weten waarom Israël een zegen voor de wereld is? Meld u dan snel aan, want vol is vol. Bekijk het hele programma en meld u aan via cvi.nl/israeltalks. We zijn weer terug bij de lezing. Ik hoop dat u eventjes genoten hebt van de pauze. Er zijn intussen de nodige vragen binnengekomen, waarvoor dank. Daar hoop ik zo meteen nog op in te gaan. Ik wil nog één gebed of één onderdeel uit de gebeden met u eventjes bekijken. En dat is het slotgebed.
wat aan het eind van de grote verzoendag, als de avond weer valt, gebeden wordt. Ne'ilah heet dat in het Hebreeuws en dat betekent afsluiting. Maar dat heeft een hele aparte plaats gekregen. Nog één keer wordt daarin als het ware alles in samengevat. En ik lees u gewoon een paar regels uit dat Ne'ilah gebed. Dat is een gedicht wat volgens de Talmudische traditie door, althans in ieder geval die eerste regels, al door Rabbi Akiva, begin van de tweede eeuw, is uitgesproken. Er was, vertelt de Talmud, een dreigende ramp. Droogte was het. En de collega van Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, bad, maar het gebed werd niet verhoord. En toen ging Rabbi Akiva staan en bad dit gebed. En meteen werd dat gebed verhoord en begon het te regenen. Maar ook op de grote verzoendag heeft het dus een plaats gekregen. Onze Vader, onze Koning, wij hebben tegen u gezondigd. Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen koning dan u. Onze Vader, onze Koning, doe goed met ons omwille van uw naam. Onze Vader, onze Koning, vernieuw voor ons een goed jaar. Onze Vader, onze Koning, trek alle zware decreten, dus alle veroordelingen eigenlijk, over ons in. En dan gaat het zo nog een hele tijd verder, waar ook gebeden wordt om bescherming tegen de vijanden, tegen ziekte, tegen tegenslag. Maar nog eens een keer de teshuvah, de omkeer tot de naaste en tot God, wordt uitgesproken. Waar ook gebeden wordt om genezing en om gezondheid. En dan loopt het uit op die conclusie waarin gezegd wordt: onze Vader, onze Koning, verzegel ons in het boek van verlossing en bevrijding. En verzegel ons in het boek van, even kijken, dan moet ik het volgende plaatje hebben. Nee, nog niet. Verzegel ons in het boek van verlossing en bevrijding. En nog een heel aantal andere boeken worden genoemd. Het boek van voorspoed, het boek van gezondheid enzovoort. Dat is een gedachte die van Rosh Hashanah naar Yom Kippur steeds meegaat. Op Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar, wordt gezegd, deze dag wordt er opgeschreven in de boeken wie er voor het leven is en wie er voor de dood, wie dit jaar dus zal blijven leven en wie dit jaar komt te overlijden, om wat voor reden dan ook. En de rechtvaardigen worden opgeschreven in het boek van het leven en de ernstige, de grove zondaars in het boek van de dood. Maar er is ook een heel groot boek voor de middelmatigen, die niet al te rechtvaardig, maar ook met wie het met de zonde ook nog wel meevalt. En in die periode van die 10 dagen, door teshuvah te doen, kun je dus vanuit het ene in het andere boek worden overgeschreven. Dus opgeschreven in het boek van het leven. En dan op grote verzoendag, als de verzoening gedaan is en als dan ook die barmhartigheid, die ontferming van God ervaren is, dan wordt er ook gezegd, dan wordt dat boek verzegeld. Wordt er als het ware, zet God zijn handtekening eronder en dan is het voor dat jaar bepaald. Opgeschreven, verzegel ons in het boek van verlossing en bevrijding. En in deze dagen wensen Joden elkaar dan ook een gemar chatima tov tova, een afsluiting met een goede verzegeling, een goede inschrijving. En dan, als dat gebed uitgesproken, gezongen is, dan volgt nog één keer een lange stoot op de shofar. De laatste bazuin, zou je kunnen zeggen. Een laatste grote stoot op de shofar. En dan gaat er eigenlijk een zucht van verlichting door de mensen. Iedereen weet, op dat moment is de eeuwige, heeft zich
bewogen van zijn troon van het recht, van het oordeel, naar de troon van de genade, van de barmhartigheid. God is rechter, dat is zijn naam Elohim. En zo heeft hij de aarde geschapen met rechtsregels en volgens principes. En daar moet je aan voldoen. Maar God is ook Adonai, de Heere, die vier letters, J-H-W-H, die Gods barmhartigheid, zo ervaart Israël dat, die Gods barmhartigheid uitdrukken. En op dat moment, onze Vader, onze Koning, is God van Elohim, heeft de kant van Adonai, de verbondsnaam, de overhand gekregen. God is genadig. Zo is dat uitgezegd in die tekst uit Exodus 34, die we net al met elkaar gelezen hebben. Wordt dat verschillende momenten in de liturgie weer geproclameerd. God is barmhartig. En dan na die laatste stoot en na de laatste gebeden, liederen die dan nog gezongen worden, dan is het zover, dan is de grote verzoendag voorbij, dan begint eigenlijk het nieuwe jaar echt pas goed. En er wordt wat gegeten en meteen gaan dan de voorbereidingen beginnen voor het feest wat over een paar dagen volgt, het Loofhuttenfeest. De eerste wandjes van de loofhut worden die avond alvast klaargezet. Van de verzoening, van het jezelf kwellen, maar dan tegelijk ook de intimiteit met de eeuwige beleven, gaat het over naar de vreugde van het feest. De vreugde van God die woont bij zijn volk. Ik wil graag nog op de vragen ingaan die ook gesteld zijn. De eerste vraag die gesteld is: onze Schepper liet ons onszelf ontwikkelen. Wij kregen lampen, waterkranen enzovoort. Dat mag niet gebruikt worden door de orthodoxie. Waarom dan niet? Dat heeft te maken met het werkverbod, zoals dat geïnterpreteerd wordt. Het werkverbod wat voor de Sabbat geldt, de Shabbat. En wat dus ook toegepast wordt op de Grote Verzoendag, want daar wordt het ook nadrukkelijk in de Bijbel gezegd. Je zult geen enkel werk doen en het zal een dag van volledige rust zijn. En een van de principes, de verboden werkzaamheden, de werkzaamheden die op Shabbat verboden zijn, zijn ontleend aan de bouw van de tabernakel. Maar hebben ook te maken met de activiteit van de creatieve activiteit van de mens. Dus een van de kernprincipes is dat je geen vuur maakt. Vuur, dat is eigenlijk, zo is dat in het oude Jodendom beleefd, niet alleen bij de Joden trouwens, ook bij in de Griekse mythologie vind je dat terug. Vuur is de, maar vuur maken is de essentie van creatieve bezig zijn van de mens. God rustte op de Sabbat van al zijn werken, van zijn, laat ik maar zeggen, creatieve arbeid. En de mens rust dan ook met God. Vandaar dat je de hele week de lamp aan mag steken, de kachel en als dat nodig is, eten kookt enzovoort. Maar op de Sabbat dus niet en op de Grote Verzoendag dus ook niet. De kraan mag je wel opendraaien, want dat heeft niet met dat maken, met dat vuur maken te maken. Dat is in die zin valt dat niet onder een van de categorieën van verboden werkzaamheden. Maar allerlei andere dingen dus wel. Een letter schrijven of een knoop leggen of een knoop losmaken. En ga zo maar door. Moeilijk als je erin leeft en als je de essentie daarvan beleeft en doorziet, dan is het niet moeilijk, dan gaat het vanzelf. Zo heb ik dat bij mijn orthodoxe vrienden in Jeruzalem vaak genoeg mogen meemaken, mogen beleven. Zal in het duizendjarig vrederijk, waarin de derde tempel gebouwd wordt, weer offers gebracht worden, zoals omschreven in Leviticus?
Zo ja, welke offers? Bijvoorbeeld vuuroffers. Vind ik een lastige vraag en ik heb er ook niet het antwoord op eigenlijk. Als we Ezechiël lezen, Ezechiël 43 en verder, waar over de nieuwe tempel gesproken wordt. En dat is een tempel in proporties zoals die er niet geweest is, nog nooit geweest is. Ook de tweede tempel die Herodes later verfraaid heeft, wat je bijna eigenlijk al als de derde tempel zou kunnen beschouwen. Dus in de tijd van de Heer Jezus. Ook die was niet zoals Ezechiël die beschreven heeft. Dan spreek je over een heel andere situatie. Maar Ezechiël beschrijft wel offers die daar gebracht worden. Het Jodendom verwacht inderdaad, althans het orthodoxe Jodendom, spreekt het ook dagelijks in de gebeden uit dat de tempeldienst, inclusief de offerdienst, ook inclusief de vuuroffers, weer teruggebracht mogen worden naar Jeruzalem. Als de Messias komt, als de Eeuwige bij zijn volk woont. En tegelijk zie je in het Joden, ook in het orthodoxe Jodendom, daar toch ook alweer een verschil van benadering. Dat er toch ook wel een lijn is die de grote middeleeuwse Joodse geleerde Maimonides bijvoorbeeld heeft vooral gewezen op de symbolische waarde van die vuuroffers. En je zou uit zijn onderwijs kunnen afleiden dat dat dan in die tempel in de Messiaanse tijd niet meer op die manier nodig is. Maar dat dat dus vervangen wordt door de lofoffers, zoals die ook in de synagogen, in de psalmen en de gebeden gebracht worden. Het liberale Jodendom ziet sowieso, beschouwt sowieso de hele offerdienst als iets van de oudheid wat niet meer terug hoeft te komen. En we zien het dus puur in, hoe zal ik dat zeggen, in geestelijke termen. Dus de lofzang, het samen zijn, het met elkaar God beleven. Vanuit het Nieuwe Testament gezegd zou je kunnen argumenteren, zoals wel gedaan is. In de tijd voor de Heer Jezus verwezen de offers vooruit naar Christus. Ze zijn in hem en door hem vervuld. Maar als er nog weer een tempel komt waarin offers gebracht worden, dan zou dat zijn als terugverwijzing naar Jezus. Terugverwijzing naar het volbrachte werk van Christus. Dus eigenlijk als een, laat ik het zo zeggen, verkondiging van de dood en de opstanding van Christus. Maar misschien moet je vanuit Nieuw Testamentisch perspectief ook wel zeggen dat dan toch inderdaad de lofzang en de toewijding je leven tot een, je lichaam tot een levend offer. En dat is je redelijke eredienst, zegt de apostel Paulus, stellen dat dat centraal staat. Maar ik wil er het laatste woord niet over zeggen. We gaan het allemaal zien als de Messias komt en mag het spoedig en in onze dagen zijn, zoals de Joden dan zeggen. Het voelt heerlijk wanneer je het goed maakt met iemand, schrijft iemand, en dan merk je dat je er veel van gaat houden. Dat onderstreep ik van harte en dat ik denk dat Joden dat ook zo op deze dag, in deze dagen beleven. Zouden wij, dat is dan de volgende vraag, dit feest zelf als christen ook moeten vieren? De Grote Verzoendag is eigenlijk als dag in het najaar in de kerkelijke traditie al heel gauw verdwenen. Maar vanuit wat de brief aan de Hebreeën daarover schrijft, is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, Goede Vrijdag de christelijke Grote Verzoendag geworden. De brief aan de Hebreeën gaat heel uitvoerig in op de Grote Verzoendag, ook op de offerdienst en de dienst van de hoge priester. En betrekt dat uiteraard op een hele indrukwekkende wijze op Christus die als hoge priester de hemelen door is gegaan. Die met het offer van zijn leven hier op aarde ook zijn leven op het hemelse altaar geofferd heeft. En dat is dan ook de grote verzoendag
die we vanuit het Nieuwe Testament verder meekrijgen. Maar ik denk dat het helemaal geen kwaad kan. En misschien zou het zelfs alleen maar goed kunnen. Als wij toch ook weer als christenen iets van dat besef van de grote verzoendag, dat we dat op een dag ook in het najaar, zoals de Joden dat doen, samen met de Joden zouden beleven. Daar zeg ik dan gelijk bij dat wat ik bij alle feesten zeg. Wij moeten dat dan ook weer niet op eigen houtje gaan willen doen, maar altijd weer uitgenodigd door en in samenspraak met Israël, want het is een van die dagen die aan Israël zijn opgedragen. Maar kennis daarvan en iets van het besef daarvan is ook gewoon belangrijk voor ons verstaan van het Nieuwe Testament. Zouden we het moeten vieren? Dat laat ik even in het midden. Zouden we er weet van moeten hebben wat er gebeurt? Dan zeg ik ja. En daarom heb ik vanavond ook dit verhaal verteld. Zal de eeuwige verordening zoals in Leviticus 23 beschreven is tot aan het einde van het duizendjarig vredesrijk duren en niet meer van toepassing zijn in het nieuwe Jeruzalem? Dat weet ik niet. Ik verwijs eigenlijk naar mijn vorige antwoord, of een van mijn vorige antwoorden op de vraag over het duizendjarig rijk. In het nieuwe Jeruzalem, hoe we dat ons voor moeten stellen. Als we kijken naar het eind van het Nieuwe Testament, het visioen van Johannes in de Openbaring, dan ziet hij eerst de tent van God bij de mensen. En dan vervolgens, eigenlijk in een tweede fase van dat visioen, een tempel zag ik in haar niet, want de Heere, de God van Israël, is haar tempel en het Lam. Dus in dat nieuwe Jeruzalem is alles, is heel de geschiedenis, is alles tot zijn voltooiing gekomen en is er een volstrekt nieuwe realiteit aangebroken van God die bij de mensen woont, die alle tranen van de ogen afwist, van het Lam staan op de troon. De profeten, Zacharia met name, zien aan het eind van de tijd ook in dat nieuwe Jeruzalem de volkeren komen om het Loofhuttenfeest te vieren. Bijbels gezien is dat dan misschien het feest dat overblijft. En Johannes in de Openbaring gebruikt ook weer die terminologie, die beelden van Zacharia, als een groot Loofhuttenfeest aan het eind van de tijd, of in die, als het eind van de tijd eigenlijk voorbij is en die nieuwe fase, dat nieuwe Jeruzalem, is aangebroken. Maar over offers wordt dan niet meer gesproken. Dus dan denk ik inderdaad, eeuwig betekent vaak ook in het Oude Testament betrekking hebbend op dit tijdperk. In dat nieuwe tijdperk gelden andere verhoudingen. Even kijken. We zijn er bijna. Er komt voor de Joden heel wat kijken voor Yom Kippur. Zoveel regels. Je zult maar de kluts kwijtraken. Dan zijn wij als niet-Joden van vele regels gespaard gebleven. Ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen inderdaad, een Joodse broeder. Dat hoeven jullie allemaal niet te doen, dat doen wij wel voor jullie. En zo is het eigenlijk ook. Israël ook als plaatsvervangend voor de volkeren. Samen met de Messias van Israël, plaatsvervangend voor de volken. Denken we toch even aan de Yom Kippur-oorlog 6 tot 26 oktober 1973. Dat is ook een belangrijke opmerking. Volgend jaar, 50 jaar geleden. Een oorlog waar het bestaan van Israël kritiek was. Israël bijna onder de voet gelopen is en na lange strijd pas de overhand wist te krijgen over de vijanden die van alle kanten binnenvielen op de heiligste dag van het jaar. Een vriend en vijand heeft toen gezegd, heeft ook later erkend. Dat is niet alleen maar een
strijd geweest van soldaten. Daar is een bovennatuurlijke macht bezig geweest om Israël te beschermen. Gods hand was daarin. Gods hand is erin dat Israël vandaag met dit Joodse jaar ook zijn 75ste jaar ingaat. Heeft Yom Kippur ook een profetische betekenis voor ons christenen? Dan denk ik eigenlijk vooral aan wat ik eerder heb gezegd over de brief aan de Hebreeën. Die natuurlijk wijst op de vervulling in Christus, waaruit wij mogen leven. Waar het fundament gelegd is ook voor Christus is hier weggegaan in gehoorzaamheid aan de geboden van God samen met zijn volk Israël. En in zijn kruis en opstanding heeft hij ook het fundament gelegd voor de hele geschiedenis van Israël daarna. In de ballingschap, in de terugkeer, in het leven met God. En nu in de verwachting van de komst van de Messias. Ik denk dat dat het profetische element is van Yom Kippur, wat ik er vanavond uit zou willen lichten. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de beantwoording van de vragen. Ik wil u hartelijk danken voor uw inbreng en uw betrokkenheid. En ik wil nu nog met u afsluiten met gebed. Heere God, wij danken u voor deze avond. We danken u voor wat we met elkaar mochten leren. Wij bidden u, wilt u vergeven waar dat tekort schoot, waar het verkeerd is geweest. En wilt u het goede zegenen. Dat we zo ook iets meer zicht mogen krijgen op uw weg met Israël. Uw diepe weg met Israël en zo ook met de volkeren van deze wereld. Tot die voleinding in dat nieuwe Jeruzalem waar u zult zijn alles en in alles. U zult wonen bij de mensen. En Jezus, het Lam, zal regeren op de troon van zijn vader David. Over het huis van Israël en over de volkeren tot in eeuwigheid. Laat die dag spoedig mogen komen tot eer van uw naam. Amen. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot ziens weer.